Hoe veilig is mijn winkel? Het hoofdbedrijfschap Detailhandel voert sinds februari zogenaamde veiligheidsscans uit om winkeliers te wijzen op de gebreken in hun beveiligingssysteem. Met een subsidie van het ministerie van Economische Zaken kunnen winkeliers nu met flinke korting winkelcriminaliteit tegengaan. Een aantal tips. Kijk bij deze deur, hier zijn dus extra sloten zijn erin aangebracht, extra sluitingspunten. Nou, dat betekent dat als de persoon die kwaad wilde inbreken hier naar binnen, moet hij extra werk verrichten. En eigenlijk zegt een inbreker, ik wil binnen 3 minuten wil ik binnen zijn. Dat is de gemiddelde braaktijd. En door dit soort extra sloten aan te brengen, verleng je de periode dat hij bezig is om hier binnen te komen. Waardoor het risico groter wordt dat de persoon in kwestie wordt betrapt, wordt gespot, wordt gehoord. En dat heeft gewoon weer een absoluut preventieve werking. Tip 2. Elektronische maatregelen. Je ziet een camera hangen, camera gericht op de voordeur. Dat betekent dat bij binnenkomst klanten gezien worden. Met dat ze gezien worden weten ze ook van, hey, er worden opnames gemaakt. Heeft ook wel een stuk preventieve werking. Nou sta ik met een mes of een pistool voor u. Wat doet u? Allereerst veiligheid voor jezelf. In eerste instantie geld afgeven. En heel belangrijk, rustig blijven. Probeer kenmerken van de persoon die voor je staat in je op te nemen. Luister naar de commando's. Accepteer ook je situatie. En naderhand kijk of je nog kenmerken kunt herinneren van wat er zich heeft voorgevallen. Maar belangrijk, ga nooit de held spelen. Ja, de kranten staan vol van de pinpasfraudes. Ja. Hoe kun je daartegen beschermen? Nou, het zogenaamde skimmen. Skimmen wil zeggen dat men gebruik maakt van gemanipuleerde pinapparatuur. Nou, hoe kun je dat voorkomen als je ook kijkt naar het apparaat? Door heel sterk een kenmerk erop te zetten dat het van de eigen winkel is. Wat doet een persoon die het apparaat wil manipuleren? Vervangt het apparaat, zet een gemanipuleerd apparaat in de winkel. Je hebt het zelf als ondernemer niet door, maar alle transacties gaan wel uiteindelijk weg in plaats van de plek waar ze naartoe moeten komen. Juist door dit soort maatregelen te nemen, herken je dat het je eigen spul is, kun je dat goed in de gaten houden en voorkom je ook weer dat er dit soort zaken gebeuren. Eigenlijk heel simpel dus. Preventie is eigenlijk heel simpel. Het belangrijkste is dat je er bewust van bent. Thank you.